De gemeente Leeuwarden is door NOC-NSF en Sterk Team gevraagd om voorbeeldgemeente te zijn op het gebied van sport en arbeidsmarkt. Op dit moment zijn er in Leeuwarden meerdere projecten waarbij werkzoekenden werkervaring en training opdoen bij sportclubs. Zowel bij profclub Cambuur als bij amateurclubs. Woensdag tekende wethouder Andries Eckhart van Sport en wethouder Harry van der Molen van aanpak jeugdwerkeloosheid in het Cambuurstadion een intentieverklaring sport en arbeidsmarkt met onder meer Harry Been van NOC-NSF. Wethouder Harry van der Molen. In Leeuwarden beginnen we met een nieuw project en dat is dat we proberen samen met heel veel sportverenigingen jongeren aan praktijkervaring of aan een baan te helpen. En waarom is Leeuwarden daar zo geschikt voor? Omdat we fantastische sportclubs hebben. We zijn hier bij Cambuur, maar we hebben ze overal zitten. En je merkt dat ze heel graag iets willen doen om jonge mensen die nu, iemand zei vandaag op de reservebank zitten, er weer bij te trekken. Nou, daar zijn we als gemeente heel blij mee. De eerste witte auto. Waarom is de combinatie sport, jeugdwerkloosheid, waarom is dat zo'n goede combinatie? Nou, met heel veel redenen. Vaak bij jeugdwerkloosheid is ook jongeren op het spoor komen en proberen te helpen. Nou, die zijn bij sportclubs, heel veel jongeren sporten. Het spreekt tot de verbeelding. Dus stel nou, je kunt goede praktijkervaring opdoen bij je sportclub of bij een bekende sportclub zoals Cambuur. Daarmee kun je ze helpen. Er zijn jongeren die hier dan vrijwilligerswerk gaan doen. En als ze dan solliciteren kunnen laten zien dat ze niet stil hebben gezeten. En komt het vaak voor ook dat jongeren bij de clubs bijvoorbeeld een vaste baan krijgen? Dat gebeurt maar zelden. Maar als er hele talentvolle mensen tussen zitten die je in dienst kunt nemen, dan wordt dat gedaan. Maar ja, voetbalclubs, zeker als vrijwilligersclubs zijn, die hebben vaak geen groot budget om mensen in dienst te nemen. Maar bijvoorbeeld een jongere die voor een club een nieuwe website kan bouwen. Nou, als die wil solliciteren om dat voor een bedrijf te gaan doen, dan kan die laten zien wat voor projecten die heeft gedaan. En dat helpt. Dus het zijn een soort werkervaringsplek? Ja, het kan werkervaring zijn. Je kunt het een stageplek laten zijn. Er zijn ook jongeren die kunnen hun opleiding niet afronden omdat ze geen stageplek hebben. Maar ook ervaring opdoen. Gewoon in een groep vrijwilligers meedraaien of het trainen van jongerenteams. Ik ken zelf iemand die wilde graag als jongerenwerker aan de slag. Dat lukte niet. Is toen teams gaan trainen waarvan zijn werkgever waar hij nu werkt zei, nou nu heb je laten zien dat je het kunt. Nou, en als sport één ding doet, is dat je er niet bij stil zit. Dus daarom is het zo goed.